Brecht neemt ons vandaag mee op een trip door zijn Oostende. We stoppen langs de plaatsen die vol zitten met voetbalherinneringen. Dat was hier het pleintje dat we zijn. Dus hier kwamen we altijd voetbal met mijn broer. En ons huis is eigenlijk hier één straat verder. Dus gek. Dat is Martin, de buurvrouw. Die me van kleins af aan heeft zijn opgroeien. In goede en kwade tijden, denk ik. Dus ze reclameerde ook soms een keer dat de bal in de Haag vloog. Moet al bij al een goede relatie, nu, Martin. Ja, maar hij je nog bedoeld niet kleiner worden? Ja, nu wil ik het hoor. Nee. Dank je. Helemaal zo. Ja. Ik heb mijn eerste voetbalpasjes gedaan, samen met mijn broer. We gingen meestal samen door naar het veldje. En we kwamen apart thuis. Het was meestal ruzie en oneenigheid. En papa kwam dan sissen, dus, of kwam meedoen om de boel te redden. Maar dit is wel nostalgie hier. Samen met andere vriendjes uit de straat, uit de buurt. We hebben hier uren gevoetbald, tot 's avonds laat, tot het donker werd. Tot onze ouders ons kwamen halen. En ja, het was echt wel niet ver van huis, dus het was echt ideaal om te spelen. Dat al beter leven. Hier ben ik beginnen voetballen, 4,5 jaar, samen met mijn broer die jaar ouder was. Heb ik altijd de lichting hoog gespeeld met hem samen, al die jaren dat ik hier gespeeld heb. En ja, dat zijn fantastische herinneringen. Dus, dat was één vriendenbende, de ouders kwamen ook goed overeen en ja, het was gewoon zijn leuke jaar, een leuke herinnering. En later heb ik hier dan ook blijven de eerste ploeg van Hermes Oostende en later een hoger op Oostende. En kwam ik kijken met mijn vader kijken naar praktisch elke match en was ik echt geboeid en gefascineerd van de eerste ploeg. En in die mate dat we zelfs op verplaatsing ook gingen kijken, soms op zondagmiddag. En ja, alles samengenomen, Mistpoplein, Hermes Oostende, dat is één grote fantastische herinnering. Ja, het doet een beetje pijn om het hier zo te zien. Ik wist dat er hier niet meer gevoetbald werd, dat er hier niet veel meer te zien ging zijn, maar het doet toch wel pijn als je weet wat er ooit geweest is hier. De succesjaar van Hermes Oostende en de jeugd ook, het was echt een leuke tijd. Dan is het wel jammer dat er hier niks meer gebeurt. En nog erger dat Hermes Oostende en zo niet meer bestaat, dus dat doet pijn, maar goed. Ja. C'est la vie, hè.